tegenwoordig staan ze ze gewoon uit te dagen. Nou, het is maar goed dat ik zo'n uniform niet had, want ik gaf hem ineens een stoot voor zijn kind. Schoolgaande. Het gaat fenomenaal. De politie heeft het zwaar te verduren. Er is de laatste jaren flink bezuinigd en dat zorgt nu voor een hoge werkdruk. Daarnaast lijken de politieagenten steeds minder te kunnen rekenen op respect. In veel situaties lijken de agenten niets meer goed te kunnen doen. De een vindt namelijk dat er te soft wordt opgetreden en de ander zegt weer dat er te hard wordt aangepakt. Hoe kijken de inwoners van Den Haag naar de politie? Hoeveel respect heeft u voor de politie? Ik heb daar heel veel respect voor. Niks. 0,0. Oh, hoe komt dat dan? Ja, komt door hun zelf. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Je hebt niet zoveel met de politie? Nee, ik niet. Hij zou ook niet met mij, denk ik hoor. Dus. Nee, ben je zo'n boef? Nee, dat niet. Maar, je hebt wel wat op je kerfstok? Ja, dat wel ja. Helaas wel ja. Ja? Ze weten precies wat er aan de hand is, maar ze houden zich er niet aan. En wat bedoelt u daarmee? Ah, ze slaan oude mensen in elkaar en dergelijke. Onzin. Maar de Marokkanen pakken ze niet aan. Hoeveel respect hebben jullie voor de politie? Veel, maar als ze bijvoorbeeld geen racisme of zo tonen, dan heb ik wel respect tegen ze. Maar als ze zich niet aan de regels houden en denken dat ze meer waard zijn dan de mensen, dan niet. Gebeurt dat veel volgens jou? Een beetje. Hoeveel respect heb jij voor de politie? Heel veel. Ja? Ja. En van mij mogen ze wel wat flinker optreden. Ja, er zijn ook veel mensen. Ik heb daar niks op tegen, net als in Amerika. Op de grond, sodemieter op, het buikje, handjes op het rug, handboentjes om en klaar. Amerika ligt wel iets gevoelig, hè? Jongens worden veel te veel belemmerd. Er zullen ook wel kwaaien onder zitten. Dat is ook in Amerika, er zitten ook verkeerden tussen, maar dat heb je overal. Ik heb respect voor agenten. En ik heb ook met bepaalde agenten gesproken die er al lang de buik van vol hebben. En die al lang ook eens een knuppel in een Marokkaanse nek willen leggen of in een Turkse nek willen leggen. En ik zeg niet dat alle Turken en Marokkanen slecht zijn, anders krijg ik dat stempel weer. En ik ben er geen racist, want ik heb zelf een buitenlandse vrouw. Maar zo zit het in elkaar. Er is willekeur. Er is willekeur en het wordt van bovenaf gestuurd. Hoe kijk jij naar de politie? De politie heeft me 3-4 dagen geleden aangehouden op de Grote Marktstraat Boulevard. Oh. Uiteindelijk zeggen ze na 2 uur tegen mij, we hebben de verkeerde. Ja, dat kan gebeuren. Ja, oké. Okay. Maar ja, goed, dat is geen excuus. Want als je politiewerk doet, moet je secuurwerk doen. En heb je nog een soort vergoeding gehad? Nee. Kratje bier of zo? Nee, liever niet. En heb jij respect voor de politie? Ja, ik wel, ja. Merk jij niet dat het steeds meer zo is dat politie het pispaaltje van de maatschappij lijkt te zijn? Ja, maar ja, ze doen het ook zelf toch. Als je ziet hoe ze allemaal tekeer gaan tegen die mensen, hoe ze die mensen allemaal mishandelen. Tegen welke mensen? Ja, die mensen. Laatst nog bij die met die omaatjes die ze ook hadden geslagen. Maar de politie is wel de baas. Ja, dus als ze zeggen ga weg, dan moet je weg natuurlijk. Ja, maar ja, je kan het ook rustig doen toch. Je hoeft niet gelijk te gaan slaan en alles. Nou ja, er wordt meestal wel gewaarschuwd hè? Ja, maar ja. Blijven toch slecht vinden. Waar komt het dan vandaan dat steeds minder mensen respect lijken te hebben voor de politie? Dat weet ik niet. Maar dat is niet alleen voor de politie. Over het algemeen hebben een hoop mensen veel minder respect voor elkaar als vroeger. Vroeger had je veel meer respect voor elkaar. Ik vind het gewoon, als een politieagent tegen jou zegt van ga hier weg, dan ga je weg. En wat er nu allemaal gebeurd is, we zien het maar een klein stukje van iets. En we weten niet wat daarvoor is geweest. En mensen dat zijn vaak ook aan het uitdagen, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het niet kunnen. Als we vroeger iets deden, we waren ook geen lievertjes vroeger. We liepen ook in dingen te klimmen en belletje te trekken. En als je dan een agent zag met een pet, dan wist je niet hoe gauw dat je weg moest komen. Tegenwoordig staan ze ze gewoon uit te dagen. Nou, het is maar goed dat ik zo'n uniform niet had, want ik gaf hem ineens een stoot voor zijn kind. Heb je veel met de politie te maken? Nee, niet erg. Eén keer in de 3 maanden praat ik ze of sluiten ze me even op voor een uurtje. Omdat ik een biertje drink en dan pakken ze me. Dan zit je even af en toe een bekeuring, weet je. Maar dan zit je gewoon hier buiten een biertje te drinken? Zeker weten. Ja. Altijd. Ja. Okay. Maar dat neem je op de koop toe? Nee, ze hebben gelijk. Als je in een hoekje gaat pissen en ze je zien, krijg je ook een bekeuring. Het is fout. Heb je nog iets te zeggen tegen de agenten? Ja. Ik vind dat agenten zich buiten de politiebond moeten gaan organiseren. En zeg tegen je bewindvoerders, jongens, dit gaat zo niet meer.
waarom mogen wij niet optreden? Als Willem met zijn blonde haar iets verkeerd doet, moeten we optreden. Als Rashid of Ahmed of Achsonda iets verkeerd doet, mogen we niet optreden omdat we een stempel van racist krijgen. Ik wil ze heel veel sterkte wensen en van mij mogen ze wat flinker optreden. Wanneer dat nodig is natuurlijk, uiteraard. Als jullie meer respect van de burger willen, dan zou je anders op moeten treden. En niet willekeurig. Nee, dan moet je iedereen die gestraft moet worden, moet je straffen. Klaar.